Vandaag zitten we in Katelijne Waver op de Sportvissers. We gaan vandaag een wedstrijd vissen en kijken hoe ik de wedstrijd opbouw en zo. Het leek ons wel leuk om zo eens een filmpje te maken. Ik denk dat dat wel interessant is voor veel mensen. Het is vandaag een woensdagnamiddag wedstrijd. We zijn met 10 man. Het is goed weer. En ik verwacht veel vis te vangen eigenlijk. Vooral met de pallet op de grond beginnen, op een meter of 8. En naar gelang of dat ik goed beet krijg of veel zwemmers krijg, op een meter of 9 à 10 beginnen bovenvissen met een pallet en een bandje. En ik verwacht ook veel vis te vangen op de stenen. Vandaag ga ik vissen met de Karp 600. Een ideale hengel om op de stenen te vissen en ook heel sterk. Ik verwacht veel vissen te vangen op de stenen vandaag. Normaal gezien voor een lichtere visserij ga ik de Karp 1000 nemen, maar ik verwacht dat het vandaag niet echt nodig is. We gaan het even over de lijnopzet hebben. Aan mijn eerste lijn voor op de grond met de pallet, de hybride elastiek, de 2.6. 1900ste reflow power, bovenlijn. Een diamantje, 4x14, een inline. En dan van onder een 1700ste onderlijn reflow power met een haakje 14, een bulk op 45, een stotje 9 op 30 en een stots 9 op 15. De volgende lijn is voor bovenop. Neem ik altijd een iets lichtere elastiek zodat die er soepeler uitkomt, zodat de vis mooi kan wegzwemmen van de plaats. Dit is een 2.4, een hybride elastiek ook. 1900ste bovenlijn, een Karp shallow pennetje van 4x10, een onderlijn van 1700ste met een KKNB haak met een baitbandje en een pallet. En de laatste opzet is een elastiek, een hybride elastiek van 2,4, ook voor op de stenen, maar omdat ik iets verder vis voor de vis soepel kunnen laten wegzwemmen. Een Karp shallow dobbertje van 4x12. Een bovenlijn van 2100ste reflow power en een onderlijn van 1900ste met een Axidron 12 CD02. Ik heb gekozen om op een meter of 8-9 te vissen met 4 mm profeed pellets op de grond en bovenop met 6 mm profeed pellets. In de kant op de stenen heb ik gekozen voor couscous te kuppen en maden samen. En op een meter of 4-5, als het echt nodig moest zijn, als ik geen beet krijg, nog kemp en macaroni aan de haak.
heb ook in de kant, de eerste keer dat ik er ging liggen, 2-3 minuten, kreeg wel één kolk, maar geen één bijt. Dus 2-3, maximum 4 minuutjes gelegen, gewoon weggaan, tijdverspilling. Dat is gewoon omdat er ook niet genoeg vissen zitten. Als er echt genoeg vissen zouden zitten die dat komen azen, dan mag die pen nooit niet 5 minuten blijven staan. Dus vooral eerste reeks, toch zeker niet gemakkelijk in de kant op de stenen vis te vangen. Ik ben 10 minuten, kwartier op de grond begonnen met de pallet. 4 mm pro fietspoeieren en 6 mm pro expander aan de haak. 15 minuten echt niks bijt gezien. Dan maar bovenop begonnen met de pallet en een bandje. 6 mm en 6 mm pro fiets schieten. En direct 3 vissen op 10 minuten. 9 of 10 kilo, dus mooie vissen. In de tussentijd de kant een beetje aangevoerd, langs allebei de kanten, in de margin, met couscous en maaien. 2-3 keer tussendoor eens gaan proberen. En 2 vissen gevangen van 4,5 kilo. Dus niet slecht voor te beginnen. We gaan de tweede helft beginnen. Ik heb nu ongeveer een 50 kilo. Ik denk dat het over het algemeen wel goed is. Over heel de vijver gezien. En ik verwacht een kantvisserij op de stenen. Zowel daar als daar. Ik denk dat ik niet veel anders ga doen.
Het is nog een half uurtje vissen. En zoals je ziet, het begint goed te gaan. Het heeft wel wat langer geduurd als ik verwacht had. Maar uiteindelijk, vooral naar rechts, op couscous en maaien. Vier maaien aan een haak. En het begint stilletjes aan goed te lopen. De wedstrijd is afgelopen. Het heeft lang geduurd dat de vis echt begon goed door te gaan. Toch zeker pas het laatste uur echt dat hem goed bijt. Ik heb ondertussen het laatste uur toch nog 50-55 minimum bijgevangen, kilo's. En we gaan zien wat wordt bij de weging.